Als we ergens dommer van worden dan wel van deze stomzinnige muziek die je even draaide. Die zoals u weet door een computer gegenereerd wordt. Waarom dat niet een stukje Schubert zou kunnen zijn is mij duister. Maar waar je ook bent, tegenwoordig word je altijd overvallen door dit soort van muziek. Ja, worden we slimmer of dommer? Dat is natuurlijk een achterlijke vraag. Want we worden niet dommer en we worden niet slimmer. We blijven precies dezelfde mensen die we zijn. Al stijgt zoals u weet het IQ. Zo blijkt uit onderzoekingen elke decennium met enkele punten, waardoor we het steeds de zaak moeten corrigeren, omdat het in feite een gemiddelde is. Ja, als je naar de televisie kijkt, heb je het gevoel dat het elk decennium 10 punten daalt, maar dat blijkt eigenlijk wetenschappelijk, is dat niet vol te houden. Ik was eigenlijk van plan om alleen iets te zeggen over het mobiele telefoontje en de typische verslavingsverschijnselen die daarbij optreden. Die overigens naar alle waarschijnlijkheid van tijdelijke duur zullen zijn. Want over 20 jaar is het wat anders en dan raken we daaraan verslaafd. Hè. Dan, ja, die iPad, daar geloof ik niet zo in. Dat ding is te groot om voortdurend bij je te hebben. Al zag ik hier in de gang toen ik hier naartoe liep, niet waar. Daar zaten de mensen die ook in hun hele houding en habitus duidelijk aan een verslavingsprobleem leiden. Want als je even over hun schouder meekijkt, blijken ze de meest onzinnige dingen op te zitten zoeken, waarvan je denkt, wat moet je er in godsnaam mee? Invaliditeit bij mensen, apen, ik noem maar een willekeurig onderwerp. Dat is typisch het internet, dat je alsmaar over onderwerpen valt waar je eigenlijk verder niks aan hebt. Maar je denkt, god, dat is interessant zeg. En ja, chimpansee met een rollator, hoe zou dat zijn? Je zult er toch maar eentje tegenkomen op straat, wat dan? Maar dat vorige verhaal, dat heeft mij wel, dat is eigenlijk een betere aanleiding misschien voor een algemene beschouwing. En vooral wat die meneer McLuhan te beweren had, die zoals u weet iemand had die dezelfde talent voor one-liners had als Geert Wilders. En vaak ook ongeveer dezelfde relatie met de werkelijkheid onderhield. En dat is de vraag namelijk, verandert de technologie de mens? Ik denk niet dat wij in onze basisstructuur, in de basispsyche, als u dat zo wilt, in onze psychological make-up, als je het even op zijn Nederlands wil zeggen, wezenlijk veranderen. Dat is niet zo. Het gekke is dat we dat wel alsmaar denken. Bij elke technologische revolutie, denk, en dan gaan we niet terug naar dat wiel van die halve garen met die baarden, zal ik maar zeggen. Maar we gaan even terug naar de vroege 19e eeuw. U zult zien dat bij elke mediarevolutie, dus bij de ontwikkeling van een nieuw medium, eigenlijk zich steeds dezelfde psychische mechanieken hebben voorgedaan. Want we maken altijd precies dezelfde fout, dat we denken dat het nieuwe medium, dat gaat ons veranderen, gaat de geschiedenis totaal en compleet veranderen en zal onvermijdelijkerwijs een nieuwe, revolutionaire, betere wereld ons brengen. En men beseft niet dat elke technologie, niet waar, heeft zijn lichtkant en heeft zijn duistere kant. Elke technologie brengt allerlei aanzienlijke voordelen met zich mee, maar ook aanzienlijke nadelen. Neem nu mijn vinger. U heeft zich al af zitten vragen, heeft hij zich met een aardappelschilmesje in de vinger gesneden? Die intellectuelen zijn allemaal even retende omhandig, dus dat zal het wel zijn. Nee, ik ben door een Franse ezel in mijn hand gebeten. Ja, lach er maar om. He? Sympathiek. He? Ik heb die vinger namelijk gebroken. En ik moest allerlei antibiotica slikken en het moest gehecht worden. En ik ga dat niet in detail treden, maar hier zie je de grote voordelen van de technologische ontwikkeling van de afgelopen 150 jaar. Want een ezelbeet, heb ik mij laten vertellen, is een van de meest vieze dingen die je kan overkomen. En waarschijnlijk zou het 150 jaar geleden bij gebrek aan antibiotica, bij gebrek aan betadine, bij gebrek aan van alle andere poppenkasten, had geen foto gemaakt kunnen worden, dus we hadden ook niet ontdekt dat die kooitjes gebroken waren, was ik er misschien wel aan dood gegaan. Terwijl nu is het 5 dagen geleden en ik sta hier springlevend, althans voorlopig, ja. Of ik nou die 2020 ga halen, zoals de vorige spreker aankondigde, dat weet ik nog niet zo zeker. Want daar zie je een nadeel van de medische wetenschap. Dit is dat ik hier sta is een voordeel. U was anders diep teleurgesteld geweest
De heer Van Rossum is door een ezel gebeten in Zuid-Frankrijk en ligt op sterven. Hè? Terwijl hij nu gewoon, holadier, hier op het toneel staat. Het nadeel van de medische ontwikkeling is dat we niet meer op tijd doodgaan. Hè? Ja, ik weet niet of u die cijfers een beetje volgt, maar het aantal demente bejaarden wat eigenlijk zichzelf niet kan voeren en überhaupt niks meer kan, vaak ook niet meer weet wie ze zelf zijn, dat groeit met de honderdduizenden per jaar. Terwijl het natuurlijk een zegen zou zijn dat die mensen gewoon op tijd, desnoods na een ezelbeet, zouden overlijden. Dus u ziet dat ook de medische ontwikkeling heeft twee kanten. Hè? Het heeft een voordeel, namelijk dat u, als u op uw 36e iets krijgt, dat u vaak nog wel gerepareerd kunt worden. Maar het heeft het nadeel dat we allerlei mensen eindeloos in leven houden die veel beter dood zouden kunnen gaan. Want als u even daarover nadenkt, u bent allemaal technisch gevormd, dan weet u dat ons lichaam is pak een beet ontworpen voor een gebruiksduur van maximaal 70 jaar. En toen we nog op de savanne woonden, en feitelijk zijn we psychisch niet echt veranderd sinds die tijd. Toen we nog op de savanne woonden, zullen de meeste mensen niet veel ouder dan de jaren 50 zijn geworden. Denkt u maar, op het moment dat u een leesbril nodig heeft, dat is in feite uw eerste rollator. Dan bent u eigenlijk al onbruikbaar geworden. Ja, we hebben de bril uitgevonden. U heeft geen idee wanneer we de bril hebben uitgevonden. Eigenlijk op het moment dat het noodzakelijk werd. Dat zie je ook bij veel uitvindingen. Dat is eigenlijk komen op het moment dat we het wel kunnen gebruiken. Maar nu die mediarevoluties, waar altijd in eerste instantie alleen de positieve kanten van gezien worden en niemand beseft dat het ook onvermijdelijkerwijs negatieve kanten heeft. Ja, ik wil niet de bekendste Nederlandse filosoof aller tijden citeren, niet waar. Dat is niet langer noodzakelijk, omdat hij eigenlijk al zo'n beetje de status van onze lieve Heer bereikt heeft. U heeft kennelijk geen idee wie het is. Het is het prominente warhoofd Johan Cruijff. De meeste Nederlanders zijn zo dom dat ze zijn waarhoofdige uitspraken zien als buitengewoon intelligente observaties. Vaak geheel vergetend dat die observaties al duizenden jaren geleden ook door andere mensen zijn gedaan. Zo hebben we in Nederland de uitdrukking elke medaille heeft een keerzijde. Maar omdat Cruijff dat niet precies begreep hoe dat zat met die medailles en die keerzijdes, heeft hij daarvan gemaakt, elk nadeel heeft zijn voordeel, of elk voordeel heeft zijn nadeel. En nou ja, daar zijn we zo diep van onder de indruk dat Winsemius meerdere dikke boeken heeft geschreven over deze, of denkt u aan de uitspraak, je ziet het pas als je het begrijpt. Hè? Nou, u ziet het kennelijk niet. Wat ook niet al te clever is, eerlijk gezegd. Laten we eens kijken naar de eerste mediarevolutie. We slaan even de drukpers over, want dat is natuurlijk in allerlei opzichten een mediarevolutie. Maar de eerste echte mediarevolutie, waardoor een massapubliek in feite kon worden bereikt met een boodschap, elke dag weer opnieuw, zelfs twee of drie keer per dag, was de rotatiepers. U zult zeggen, de rotatiepers, ja, die is uitgevonden in de jaren 30... van de 19e eeuw en maakt het mogelijk om dagbladen te produceren in zeer grote aantallen. Waarbij meteen weer allerlei mensen schreven, nou dit, de mensheid zou nu zo fantastisch geïnformeerd worden door die dagbladen, dat zou een totaal nieuwe, vredelievende, progressieve, welvarende wereld worden, onvermijdelijkerwijs. En wat heeft die revolutie van de rotatiepers tenslotte opgeleverd? De Telegraaf. Ja, dat is fact-free news, heet dat. Hè? In Amerika heb je fact-free politics, maar de Telegraaf doet aan fact-free news. Want wat blijkt, als je een krant maakt die daadwerkelijk serieuze informatie gemaakt die je ook kunt gebruiken, dan zijn mensen daar maar zeer matig in geïnteresseerd. Mensen zijn veel meer geïnteresseerd in bangmakerij, rare suggesties, vooroordelen, malotige opinies die niets te maken hebben met feitelijke informatie. Waarbij de Telegraaf een heel bijzonder geval is, want u weet, het is de krant van Wakker Nederland. Daar adverteren ze allemaal mee. Ik schat uw gemiddelde IQ hier op 120. Maar u weet heel goed natuurlijk dat u
als u wakker wordt, uw IQ nog niet op zijn top is. Uw IQ is dan nog ongeveer op 25. En dan sukkelt u naar beneden en u schenkt een kop koffie in en u maakt een boterham met pindakaas en dan zit uw IQ ongeveer op 40. En dat is het moment waarop u de Telegraaf begint te raadplegen. Dus nou begrijpt u waarom die krant zo raar is. Die is gemaakt voor mensen met een IQ van 40. He? Het is een randdebiele krant. Ja, ik weet niet of er hier iemand van dit prominente dagblad aanwezig is. Die zal zich afvragen, is dit kwetsend bedoeld? Ja. Ja, dat is een totaal onverantwoordelijke krant. Die niet wordt gemaakt op basis van feitelijke informatie, maar die in feite wordt gemaakt, zuiver en heel knap hoor, want daar ontbreekt niks aan, die zuiver wordt gemaakt op basis van het voldoen aan de stomzinnige vooroordelen van de lezers van die krant. Daar doen ze steeds onderzoek naar, van wat zijn de stomzinnige vooroordelen van de lezers van de krant? Nou, die kunt u zo opnoemen, daar gaan we het nou vanmiddag niet over hebben. En dat zetten ze erin, hè. Want niets is zo fijn, zoals u zelf ook wel heel eerlijk weet, als het bevestigen van uw eigen vooroordeel. Hè? Ja, als, noemt u maar, nou nee, laten we dat ook maar niet doen. U heeft zoveel vooroordelen dat, hè, want u wil helemaal geen feitelijke informatie. Hè? U heeft een wereldbeeld en alle feitelijke informatie die daar strijdig mee is, daar wilt u niks mee te maken hebben. Hè? U bent er vast van overtuigd dat alle Grieken, dat zijn levensgevaarlijke laaienlichters, hè, die erop uit zijn om de eurootjes uit uw portemonnee te stelen. Want waar staat dat in? In de Telegraaf. En waar hoort u dat al zo zeggen? Op de televisie. Hè? De rotatiepers. Dus wat heeft de rotatiepers opgeleverd? Ja, inderdaad ook de New York Times, dat moeten we toegeven. Maar als je het wat breder ziet, zie je dat de meeste mensen helemaal niet de New York Times willen lezen, maar de Telegraaf of de Sun of nou ja, al die afschuwelijke kranten die voor die mensen met dat IQ van 35, oh nee, ik had het op 40 gezet, 40 worden gemaakt. En zo gaat het eigenlijk telkens met alle nieuwe media. We slaan er een paar over, het volgende nieuwe medium is de televisie. U zou eigenlijk voor de aardigheid, ik heb geen idee of het op YouTube te vinden is. Ja, u ziet, ik ben ook aangesloten op de moderne wereld. Daar mankeert helemaal niks aan. Ik zet elke avond weer even, hoe heet ze, Vera Lynn op. Dat je dat zomaar aan kunt zetten. Hè? Dat vind ik dan weer prachtig. Hè? En bovendien in 26 verschillende varianten. Dat is ook zo fijn. Je hebt erbij waar ze zich in 2 minuten er doorheen dreunt. En je hebt erbij waar ze wel 26 minuten met koortjes, neerstortende vliegtuigen, loopgraven. Nou, dat de tranen je over de wangen biggelen als je klaar bent met kijken. Ja, de televisie. Die reden moeten lezen van minister Kals op het moment dat de experimentele televisie begint. Hij zag er veel in. Vooral omdat het zo fijn leek dat je de mensen al die mooie dingen kon laten zien. Parende walvissen, pinguïns op de Zuidpool, informatie over de politiek. Dit zou je eindelijk een breed publiek eens kunnen uitleggen hoe het werkelijk zit met allerlei maatschappelijke vraagstukken. In plaats dat ze allerlei halfgare vooroordelen daarover zouden hebben. De televisie kon een zegen zijn voor de mensheid. De wereldvrede zou er zonder enige twijfel mee nabijgebracht worden. Want je zou ook andere mensen zien in Rwanda, in België, in, nou ja, op allerlei plekken waar ze er een potje van maken. Om het maar even kort samen te vatten. He? Want dan zijn wij ook diep van overtuigd dat het hier toch een stuk beter is dan elders. Het is hier kloten, dat wel, maar het is elders nog veel kloteriger. Dat is eigenlijk onze vaste overtuiging. He? En wat heeft de televisie tenslotte? Ja, ik heb op televisie, laat ik het eerlijk zeggen, de mooiste dingen gezien die ik in mijn leven gezien heb. Het eind van de Koude Oorlog. Hè? Dat die muur naar beneden ging. Allerlei ontroerende. Het is alsof je, voor een historicus is het alsof je, de Franse Revolutie op de televisie ziet. Hè? Want ja, daar weten we ook niet precies hoe dat gegaan is. Stel je voor dat je een videobandje zou vinden van de bestorming van de Bastille. Zoiets dergelijks. Ik heb maanden aan de buis gekluisterd gezeten.
Ik heb walvissen zien paren in de Zuidelijke IJszee. Of bubbelfeeding, weet ik hoe het heet. Hè? Dat je ook altijd blij bent dat je dat dan via de televisie ziet en niet zelf hoeft te gaan kijken. Hè? Dat had ik ook toen ik voor het eerst van mijn leven Los Angeles binnenreed. Ik dacht, dat had ik niet hoeven te doen, want het was precies zoals ik dacht dat het zou zijn. Hè? En dat heb je bij heel veel plekken op de wereld, dat je denkt, daar hoef ik in gods gelukkig niet naartoe. Hè? Heb ik behoefte om de Himalaya te beklimmen? Nou, voor geen meter. Hè? Voor geen meter. En die lui die het wel doen, die zijn inderdaad niet goed bij hun hoofd. Hè? Kijk, de eerste heb je nog begrip voor. Maar al die lui die daarna komen, hè, die een heel leven sparen. Niet waar om bij door zuurstofgebrek te sterven op de Noordwand van, weet ik veel, van het een of ander. Je hebt wel mensen die hebben zo'n trui aan van de Noordwand. Daar heb ik begrip voor. Hè? Je bent niks van plan, maar je denkt, ik heb zo'n trui, dat is wel heel wat. Ja, dat boel. In ieder geval, het voornemen is op een of andere manier ooit geweest. Ja, dus de televisie is een fantastisch instrument. En nog kijk ik waarschijnlijk ook door een soort verslaving elke dag naar het journaal. Maar u weet ook wat de populairste tv-programma's zijn, hè, in Nederland. Die van een zo onbeschrijfelijke hemeltergende stupiditeit zijn. Hè, en als je dan ziet dat die vaak een miljoenen publiek trekken, dan loop je over straat en dan denk je, elke vierde persoon die ik tegenkom is verslaafd aan Boer Zoekt Vrouw. He? Dan denk je, wat voor land leef ik in Gods Christus naam. He, want daar moet je nog bij optellen, al die mensen die op de PVV stemmen. He? En daar moet je nog allerlei andere groepen bij optellen. Dus binnen de no time loop je over straat in de zekerheid dat vrijwel iedereen die je tegenkomt knettergek is. He? Of op zijn minst een randdebiel. He? Dat heeft iets diep verontrustends. He? Had u gedacht dat de televisie eigenlijk, wat doet de televisie, wat is eigenlijk moderne televisie? Live television. He? Of hoe heet dat ook alweer? Hoe heet dat nou? Dat je eigenlijk de meest onbenullige activiteiten van mensen langdurig op de televisie te zien krijgt. He? Het feit dat de meesten van u vrij regelmatig een kwartiertje kijken naar iemand die een ijs staat te bakken op de televisie. He? Een bekende Nederlander die een ijs staat te bakken op de televisie. He? Wat is daar in godsnaam aan te zien? Wat is er aan te zien dat de zoon van Jeroen Krabbé gaat behangen bij mensen die ik niet ken? He? Wat is daar nut van? He? En vaak bakt hij er dan nog een eitje bij. Waardoor u zo verslaafd bent aan de zoon van Jeroen Krabbé, dat u allemaal al die stukken heeft gelezen over het feit dat hij zijn vriendin heeft geprobeerd te overweldigen. Wat mij persoonlijk ook geen bal interesseert. He? Al had hij elke dag een andere vriendin die hij overweldigde. Zou me ook helemaal geen bal interesseren. Ik zou zeggen, nou ja, een beetje gek, maar. Of wat dacht u van al die mensen, nu ik er even aan denk, die zichzelf met Twitter in de problemen werken? Heeft u nog even gekeken naar het wereldnieuws vandaag, die meneer Weiner in de Verenigde Staten? Een evident vrij intelligente man, die werkelijk de meest onbeschrijfelijk stomzinnige dingen heeft gedaan. Hij heeft namelijk een foto van zijn blote tors en onderbroek, heeft hij getwitterd naar jonge vrouwen die hij helemaal niet kende. He? Ja, dan denk je toch bij jezelf. Hey, wie van u doet dat ook vaak? Heeft u wel, ja, dat ik twitter natuurlijk niet, dat begrijpt u, ik ben niet gek. Maar ik ken wel de Twitter search functie, die ken ik wel. En dat is heel aardig, moet u maar eens proberen. Je blijft daar buiten staan, maar je kunt toch eens even kijken wat dat nou zo inhoudt. En dan moet u eens een zoekterm intypen. Het is van een hemeltergende, dus een puberale stomzinnigheid die je werkelijk. En dat is dan het nieuwe medium, want wat gaat Twitter ons brengen, dames en heren? Democratie. Wereldwijd. 1300 Chinezen gaan twitteren als halve gaar en voordat je het weet heb je daar ook zo'n parlement met een PVV-fractie erin. Hè? Dat is ook een andere zegen die ook zijn schaduwkanten zo heeft. Ja, de televisie zou ons een totaal nieuwe wereld brengen. Wat heeft de televisie ons gebracht? Hele mooie, prachtige dingen. Maar voor 90%
ja, wat ik u al zei, vulgaire stomzinnigheid waar je niet van terug hebt. Hoe komt dat nou zo? Het is een massamedium. Wat zijn de belangstellingen van de massa? Die zijn van een hemeltergende vulgaire stomzinnigheid. Dat is niet iets nieuws, dat is altijd zo geweest. Toen we geen tv hadden en geen rotatiepers, dat hadden we allemaal niet, kwamen de mensen dagelijks bij elkaar bij de dorpspomp die in het centraal in het dorp stond. En wat zeiden ze daar tegen elkaar? Zeiden ze dan van God, we hebben gisteren heerlijk naar de sterrenhemel gekeken en nou ja, we zijn vervuld van de pracht van Gods schepping, helemaal niet natuurlijk. Wat zeiden ze tegen elkaar? Heb je daar gehoord dat, dat de zoon van Jansen, dat die dochter van Pieters gegrepen heeft gisteren achter het bonentuintje? Ja, hebben we gehoord, ja. Er werd geschreeuwd en zo. Ja, je hebt geen idee wat er heeft op. Er werd gewoon stomzinnig, stupide geroddeld. Hè? Hoe heet dat stomzinnige programma, niet waar, wat zogenaamd journalistiek is, maar wat niks anders is dan goedkope roddels zonder dat er weerwoord kan worden gegeven. Boulevard. Hè? Ja, hoe vaak ik niet tegen mevrouw moet zeggen, ik heb liever niet dat je daarnaar kijkt. Hè? Waarbij zij dan altijd zegt, waar bemoei jij je eigenlijk mee? He? Ja, hoe vaak, nietwaar, zitten je eigen geliefden, bekenden enzovoort te kijken naar dingen waarvan je vrijwel zeker weet dat ze op vrij korte termijn schimmel op het brein veroorzaken. Het heeft ook iets verontrustends dat je jezelf van achteren bekijkt. Ik zou het uitzetten. Ik word er niet gelukkig van. En zo, dames en heren, u ziet zo'n beetje de drift van mijn observaties. En zo is het natuurlijk ook gegaan met het internet. Wat ons ook een onbeschrijfelijke, nieuwe, vreedzame, democratische, menselijke, humane wereld zou brengen. Ja, het is een beetje dubbelop, maar het zou fantastisch worden. Wat is het internet? Het internet is fantastisch in allerlei opzichten. Maar tegelijkertijd is het ook weer de bekende reflectie van onze onbeschrijfelijke, vulgaire, door seks gedreven stomzinnigheid. Dat is het ook. Hè? En dat domineert altijd boven de prachtige impulsen dat je ook de keizerpinguïn op het internet, hè, je hoeft in te typen keizerpinguïn en je kunt 3 weken lang naar films over de keizerpinguïn kijken. Die schijnen juist omdat ze op een kluitje staan zich zo zelf hartstikke goed warm te kunnen houden. Zag ik toevallig vandaag nog op mijn computer. Ik had tot voor kort geen enkel interesse in de keizerpinguïn, maar ik denk, nou, dat doet me wel een beetje aan de mens denken eigenlijk. Hè? Die wil ook graag op een kluitje staan. Wij zijn een echt kuddedier. Dat zijn we altijd geweest. We zijn een sociaal levend zoogdier en we vertonen alle eigenschappen van sociaal levende zoogdieren met een uitgesproken hiërarchische structuur. In die zin is de democratie volstrekt in strijd met wat er binnen in ons hoofd zit. Hè? Vandaar dat we ook altijd wachten op leiders en op verlossers. Hè? Want dat was degene, de sjaman en de leider van de kudde die ons over de savanne leidde. Het liefste horen we van anderen wat we precies doen moeten. En die zijn vaak heel, hè, vooral die shamanen waren heel bedreven in het exporteren van onze angsten en stomzinnigheden en instincten enzovoort. Ja, zo is het met het internet gegaan. En nu wordt ons dan aangepraat met die telefoontjes, de iPhone en of andere telefoontjes of het tablet. Je kunt niet meer zonder. Hè? Je zag ze hier in de gang zitten. Verslaafd, hè? Kwijl, hè, drip, ook een beetje zo hier, oh. Terwijl ze zaten te kijken naar het seksleven van de keizerpinguïn. Een zaak die ook vanmiddag van de allergrootste relevantie is. Hè? Of misschien wel een rerun van zo'n programma van Jeroen Krabbé. Nee, hoe heet die zoon? Martijn Krabbé, ja. Ja, de hele familie eigenlijk. Ze hebben ook een kruisje op het toneel getaped. Vind ik ook wel lief. Ja? Zodat je precies in het midden staat. 6 minuten ben ik dat? Oké. Nou, dit waren eigenlijk algemeen inleidende observaties. Ja,
Het wonderlijke is, dames en heren, ben ik tegen het internet? Nee, ik ben een groot voorstander van het internet. Ik maak er zeer actief elke dag gebruik van. Ik vind het zeer informatief. Ik lees gratis en voor niks de New York Times. Weliswaar zijn ze aan een verdienmodel begonnen, maar ik heb alweer 2 maanden geleden 99 proefcenten betaald. En sinds die tijd heb ik vrij toegang. En die hele bedreiging dat het $25 per maand ging kosten, daar is niets van te... Hoe het werkt begrijp ik ook niet, maar... Ja. Ja, want dat is een van de gekste dingen, dat de meeste nieuwssites van het internet in feite bestaan uit georganiseerde diefstal. Hè? Waar het meest indrukwekkend is wel de Huffington Post. Ik weet niet, kent u dat, de Huffington Post? Dat is links politiek commentaar, rechts blote tieten. Dat is een magische combinatie, kan ik u verzekeren. Daar is diep, diep over nagedacht. Hè? Ja? Ja, je wilt best iets weten over Mark Rutte, maar toch niet zonder Katja Schuurman erbij. He? Ja, ik denk ook dat meer mensen eigenlijk weten wie Katja Schuurman is dan dat ze weten wie onze minister-president is. Niet dat dat er zo verschrikkelijk veel toe doet, maar toch. Dus vergis u niet, ik ben er een groot voorstander van. Maar wat ik totaal niet begrijp, is waarom u, als u aan uw dag begint en in de trein zit, of weet ik wat u er overdag over uitspookt, ook nog zo'n iPad bij u zou moeten hebben, waarop u dan uw mail gaat zitten beantwoorden. Hè? Of gaat kijken, wat heb ik gekregen aan mail? Want ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd vrij vervelend, dat ik aan het eind van de avond de mail van de dag. Maar er is niets wat mij ertoe zou kunnen brengen om nu bijvoorbeeld te denken, goh, laat ik even naar mijn mail kijken. Hè? Even checken, godzijdank, hè? Er is mail. Hè? Want, ja, dat is het ergste, dat u geen mail heeft. Hè? Dat u aan het eind van de dag denkt, potverdomme, dat valt tegen, zou er iets zijn? Oh god, ja, het is zondag. Hè? Dat scheelt altijd enorm in de mail, dat zult u wel gemerkt hebben. Hè? Kennelijk is het zo belangrijk, nou ook weer niet die mail, als het op zondag niet hoeft. Hè? Want je moet wel eten op zondag, maar kennelijk kun je wel zonder mail op zondag. Ja, ik denk zelf dat dit telefoontjesgedoe, waar we het over hadden, waar ik het eigenlijk over wilde hebben, en ook dat gezeur over die tablets. Ja, dat zijn toestellen waarbij in feite het aanbod de vraag genereert. Je denkt, god, zo'n tablet, en vooral als ook iemand, als je het uitgelegd krijgt, denk je, wat lollig. Hè? En dan draai je hem om en dan paf, dan draait hij zichzelf ook om, dat beeld. Ja, hoe is het mogelijk dat ze dat bedacht hebben? Jong. Ongelooflijk werk. Dat je thuis ook eens denkt met je bureaucomputer, laat ik hem eens omdraaien. Misschien werkt dat ook wel bij die Apple van mij, wie zal het zeggen? Hè? Die telefoon, dames en heren, heeft in feite niets te maken met het nut van telefoons. Ik zal u bekennen, ik heb ook een mobiele telefoon. En u gelooft het niet, want mijn dochter wil me ook nooit geloven, maar het is echt waar, ik laat hem maar 3 keer per jaar op. Ja, het is een prima batterijtje. Je kunt veel van die Nokia-lui zeggen. Ze zijn nu aan het verliezen, maar de batterijtjes was niks mis mee. En waarom is dat zo, dames en heren? Omdat ik die telefoon alleen gebruik als ik hem nodig heb. Ik heb hem niet nodig om te kijken hoeveel e-mail ik heb. Ik heb hem niet nodig om hem zo aan het oor te zetten en dan zo druk bezig heb. Hij wordt gebeld. Ik word gebeld. He? Iemand belt mij. He? Men denkt aan mij. Ik leef. Ik besta echt. Hè? Want dat is het geworden. Het is een instrument waarmee de moderne mensen, daarom zei ik dat wij een massa, een kudde dier zijn. Hè? Onze grootste, allergrootste doodsangst is dat we alleen zijn. En dat de kudde verder is getrokken. En wij zitten in zo'n lullig bosje op de savanne en je hoort in de verte de hyena's huilen. En ja, toen waren ze echt bang en nu hebben wij gelukkig ons telefoontje. Als je daarin zit, dan kun je even met de ANWB bellen, dat je zoek bent geraakt op de Afrikaanse savanne. Ja? Er kan van alles en nog wat mee. In feite is die telefoon een vorm van, zowel van psychische steun, hè? Het is ook heel interessant dat vrouwen en mannen op dit terrein precies hetzelfde stomzinnige gedrag vertonen. Hè? Ze gaan, daar is de emancipatie volledig 100% geslaagd. Hè? Vrouw stapt de trein in. Je denkt, god, ze gaat wat zitten lezen en dan begint dat rare piel op die telefoontjes. Hè? Want dat is ook zo leuk, hè, dat je dan met dat toetsenbordje kun je dan berichtjes verzenden. Hè?
Maar ja, een tiencijferig toetsenbordje is nooit bestemd geweest eigenlijk om 26 letters te versturen. Nou, 26, we kunnen de Q'en of zowat, dat kunnen we wel weglaten natuurlijk. Wist u dat er een wereldkampioen sms'en is? Ja, een Japanse jongen. Die heeft de hele Hamlet in 1,5 uur doorge-sms'd. Ja, daar bent u, want de vraag is natuurlijk aan wie in godsnaam. Hè? Ja, je moet wel een vrijwilliger aan de andere kant hebben. Hè, want anders heeft dit natuurlijk geen zin. Hè? Maar de telefoon, dames, die is heel iets anders geworden. Het is een toestel geworden waardoor we zeker weten dat we leven. En daarom is de verslaving ontstaan. Daarom zitten al die maloten in die treinen te bellen. Daarom belt u in de auto. Daarom staat u hier in de gangen te bellen. Ik kwam hier aanrijden. Stond zo'n hele brigade van die jonge mannen. Hè? Allemaal, ik word gebeld. Ik word gebeld. Ik ben gebeld. Hè? Belangrijk. Nooit gehoord in de trein zo'n man die dan... Hè? U ziet het eigenlijk wel een beetje gesjeesde man van middelbare leeftijd die dan gaat vertellen aan de coupé in feite wat een enorm belangrijke functie hij heeft, waarbij hij in feite het hele personeel zonder enig probleem eruit kan bonjouren als hij daar zin in zou hebben. Waarbij je altijd denkt, nou joh, als je in de trein zit, dan is de kans eigenlijk vrij klein dat je zo'n positie bereikt hebt. Maar kennelijk, ja, en dan komen we aan een ander punt. Als u echt belangrijk bent, dan kunnen ze u helemaal niet mobiel bellen. Hè? Wie zou u wel eens mobiel willen bellen? Nou, we gaan naar de top. We gaan naar, hoe was het met dat ding? Hij is uitgevallen. Ik heb een 1/2 uur erbij gekregen. Oké. Wie wilt u bellen? Laten we zeggen Obama. Zullen we zeggen Obama? Stel voor dat u belt Obama. Wat gebeurt er dan precies, denkt u? Krijgt u binnen 3 minuten, denk ik, hello, this is Barack speaking. Ja, yeah. Oh, how interesting. You're at a conference in the Netherlands and there's an idiot on the podium. Well, nee, u krijgt Barack helemaal niet aan de lijn. Nul. U krijgt eerst de telefoondienst van het Witte Huis en die hangt u al heel snel op omdat uw Engels niet voldoende is. En, nou, kortom, u krijgt hem helemaal niet aan de lijn. Als u überhaupt al de telefoondienst van het Witte Huis aan de lijn zou krijgen. Hè? Sterker nog, toen Barack Obama president werd, vonden zijn adviseurs dat hij op moest houden met het gebruik van zijn telefoon. Want dat is levensgevaarlijk voor een president, om een telefoon te gebruiken. En alleen met de allergrootste pressie is hij erin geslaagd om zijn BlackBerry te behouden met, ik meen, 6 nummers met zijn beste vrienden erin. Dus als u dat nou van me aanneemt, u bent pas echt belangrijk wanneer u onbereikbaar bent geworden. Dank u wel.